Eindelijk. Eerst naar iedereen toe. Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en zoals jullie zien, ik ben weer smoochjes. Ja, ik was gisteren naar de kapper geweest, alleen mijn haren zien er nog steeds niet uit. Maar goed, dat terzijde, daarom heb ik ook deze pet op. Ik ben in Amsterdam, zoals jullie zien hier, kijk Amsterdam, je weet toch, parkeren, duur, irritant. Dus Amsterdam, kijk daar zo water, ja Amsterdam. En het is weer eens tijd voor voice-over opnames. Bureau Vooroordeel, tv-programma. Ik zal je nog wel vertellen en zo wanneer dat precies op tv komt. Maar dat begint weer en zoals jullie weten doe ik daar de voice-over van voor een groot gedeelte. De rest doen Erik Dijkstra en Frank Evenblij, die doen dat zeg maar voor een gedeelte zelf. Maar de rest vul ik op met mijn voice-over. Dat heb ik al vorig jaar heb ik dat gedaan. Nee, voor de zomer heb ik dat gedaan. Voor Bureau Marokko heb ik dat gedaan. En nu weer ook voor Bureau Vooroordeel. En dat ga ik hier dan de komend uur, twee uurtjes, ligt eraan hoe snel we zijn, gaan we dat weer doen. En daarna heb ik nog een afspraak in Rotterdam bij Fanix. Ga ik de vlog daar uploaden, want dat heb ik nog niet gedaan. Dus het wordt een drukke dag, maar dat gaat allemaal goed komen. Dus laat dan maar beginnen en ik zeg pop. Hoor jij mij? Nee, alleen omdat de deur open staat. Ja? Dit is Bureau Vooroordeel. Een programma waarin vooroordelen over verschillende bevolkingsgroepen, de voormalig allochtonen, worden bevestigd of ontkracht. Vandaag zijn Frank en Erik in de provincie Flevoland en gaan de mannen met DJ Gorski naar een polendisco. Erik zoekt in Dronten uit waarom voetballer Hakim Ziyech niet voor Oranje, maar voor Marokko koos. De mannen chillen een dagje mee met Surinamers in Almere en in de voorwagen zit treitervlogger Ismaël Ilgun. Dit is Bureau Vooroordeel, een programma waarin vooroordelen over verschillende... Dit is Bureau Vooroordeel, een programma waarin vooroordelen over verschillende bevolkingsgroepen, de voormalig allochtonen, worden bevestigd of ontkracht. Vandaag zijn Frank en Erik in de provincie Flevoland. Eeuwjeke. Je bent aan het arbeiden. Gaatje in de trui, maar niet in de auto. Hij is gespierd. Daarom echt, die bicep is eruit gekomen. Jullie moeten weten, JK is gepromoveerd. Hij is geen soldaat meer. Hij is generaal. Hij is kolonel. Hij is kolonel. Kolonel JK. Kolonel, deze man. Hey, heb je gezien, Walla, zijn rekenmachine gaat fout. Broer, ik zat zo te rekenen. Hij gooit je foto op Instagram, jongens. Jongen. Hoe heb je die fout zo gekregen daar dan? Broer, luister, kijk. Ik ging zo rekenen. Ja. En ik deed een keer plus, broer. Kijk. Wat kwam er? Fout. Oh, er kwam een fout. Gewoon error. Reken gewoon. Youssef, ik zeg eerlijk, jij bent een gekke plusser. Nee, jij bent een gekke vermenigvuldiger. Wallah, je bent een gekke plusser. Kijk, fout. Fout. Dit is een zieke man. Wil je rustig rijden, JK? Hij is echt een rekenmachine. Ik geloof hem. Syntax error. Bij jou, als jij iets... Oh Youssef, je maakt mij misselijk duizelig. Oh. Deze man maakt mij duizelig. Hij weet hoeveel gas hij. Te veel gassen. Hey Youssef, wat kan met die neppe vloggers? Welke neppe vloggers? Te veel mensen willen vloggen. Ja? Ja. Want wat ik moet vind ze zielig. Waarom? Ze moeten hun eigen stappen nemen, maar ze kunnen dat niet. Ze vloggen alleen maar gewoon om te vloggen. Kijk, ken je gom? Kijk, gom. Gom, geen onderwijs mogelijk. Dat was bij Jamel het geval. Jamel werd geboren met een rijbewijs. Toen hij werd geboren, toen kreeg hij al meteen een rijbewijs. Hij hoefde niet nog examen te doen of iets. Ja, ik heb bij jou geleerd. Nee. We hebben gelijk, toen hij zo eruit kwam bij de dag van de bevalling, hij werd zo in zijn dinges neergelegd in die wiegje. Hier, alsjeblieft, meneer Jeka, alsjeblieft, uw rijbewijs. Maar jij bent die plussen. Ja. Allee. Ja. Ja, jij bent gek plussen. Vermenigvuldig, yeah. Gewoon een gekke rekensom, broer. Staat error op die rekenmachine, broer. Maar jij toetst het, jij krijgt die foutmelding, jij. Broer, jij geeft mij die sommen. Nee, ik moet die sommen maken. Nee. Jamal. Rustig, man. Rustig, zo werken wij niet, mijn pet. Jij bent gekke plussen. Elke keer. Kijk eens, hij gooit eens je liedje aan. Gooi eens een beetje harder. Kijk, deze moet je alleen draaien.
Voor de echte mannen. Voor de echte plussers. Die voor hun moeder zorgen. Ik zie mijn lijf te cheap. In de wijk. In de wijk. We zorgen voor onze moeders. Normaal. Ik zie mijn stand in de wijk. Gaat het van door met je wijk. Alleen mannen doen dat, hè? Gaat het van door met je wijk. In de wijk. Kolonel, ik ga. Kolonel. Ik betaal mama's uni. Ik maak money om de uni. Ik betaal mama's uni. Ik maak money om de uni. Ik betaal mama's uni. Ik maak money om de uni. Ik betaal mama's uni. Ik ben nu net in Rotterdam aangekomen. Klein beetje gevielig pak het laatste stukje, maar ben net op tijd. Kom dan zachter. Ben. Wat doe ik gewoon zo? Maar ik ben net op. Het juiste moment deze kant op gereden, weet je. Nu het nog meevalt, het valt toch allemaal nog wel mee. Richting Panics. Even bespreken wat we volgende week gaan doen. Hoe we dat gaan aanpakken met de show die ik ga doen. Waarschijnlijk jouw stad Den Haag. En hoe we dat gaan indelen met tijden, dagen. Een beetje evalueren hoe het de afgelopen periode is gegaan. Je weet toch van dat soort dingen. En vandaag is ook weer de dikste. Als het goed is, ik heb net mijn bro Fernando geconnect. En die is er ook zo meteen bij. Dus ik weet niet, misschien blijf ik wel eventjes gewoon even kijken wie er allemaal gaan komen. Dat soort dingen. Dus het wordt sowieso gezellig, man. Sowieso. Deze helemaal niet met de dikste, weet je. Het is helemaal gezellig. We zitten nu bij track 500 bijna. 500 van de 1000. Biggie hoor. Biggie, hè? Lijp hoor. Maar daar ga ik nu aan het weg toe. Dus volg! Nee man, zaterdag. Dus jullie zien hier achter op het beeldscherm. UFC Embedded is weer begonnen met de vlogseries. Wat doen we? Aanstaande, wat hè? Kunnen jullie ergens kijken? Ik wil kijken, maar het is wel dan ergens 4 uur in de ochtend, hè? 5 uur in de ochtend. Oh, ja, lama. Oh, lama, zie je gelijk lama. Nee, maar we zijn in de zaal, we wachten op een feestje. Ja, het is wel gezellig. Het begint al ergens 3 uur, 2 uur of zo. Is het zaterdag? Zaterdag op zondag. Maar ik wil dus UFC ergens kijken, alleen ik heb geen zin om weer thuis via zo'n gare livestream te kijken met slechte kwaliteit. Ik wil gewoon ergens goed chillen. Ik weet niet of iemand dat kent of iemand een plaats weet. Laat het vooral weten in de reacties. Ik ben echt benieuwd, want ik wil echt gewoon aanwezig zijn bij zoiets. Of bij iemand thuis. Als jij zegt van ik heb dat thuis, je nodigt mij uit, ik kom naar jou toe. Stuur me gewoon een berichtje, man. Toch? Of niet, Chanel van? Ja. Sowieso. Zo. Wat heb jij net gezegd dat je bij iemands huis gaat om te vechten? Nee, om vechten te kijken. Oh, niet om te vechten. Nee joh. Maar ik ben nu hier bij Fanny. Ik heb net mijn vlog hier geüpload. Ik ben gewoon filmpjes aan het kijken. Gewoon aan het chillen omdat ik niks te doen heb. Dus of dit of ik ga naar huis. Ik ga in bed stinken. Dus ik kies voor hier. Of je gaat vanavond weer even een combo doen, hè? Wat was het dan? Hé, hey, jullie moeten mij geen covers meer vragen, niks. Jullie hebben niet eens geüpload op jullie YouTube kanaal, ik heb het gezien allemaal. Hé, hey, ik heb het in mijn vlog gezet, mensen zeiden dat ik gewoon goed zong, alleen dat het verkeerde liedje was. Nee, het was echt een verkeerde liedje, ja. Maar je wilde toch eerst een andere doen, wat was dat? Dat was een hele leuke die je wilde doen. Ja, maar ja, er was te veel. Collega, ik kan gewoon tegen hem zeggen, kan niet. Nee, dit heb ik gewoon nu wat gedaan, was het niet. Nee, dat was echt slecht. Was echt niet goed. Hoor je dat? Je gaat gewoon niet door naar de volgende ronde. Je hebt het verkeerde nummer genomen. Nee, gewoon. Hoe hij zegt, hier, deze, hij is hij, hè? Hij kan wel zitten, maar dit nummer was niet goed. Nee. Je gaat gewoon niet door naar de volgende ronde. Maar je vrienden hebben je ook niet geholpen. Gebeurd is gebeurd. Ik heb sowieso Hans hier voor de backup, je weet toch? Hans is degene met wie ik ga praten over voetbal en sport. Komt goed, mensen, ik ga hier vaker chillen. En dan ga ik jullie iedereen zo kennis minder. Jawel. Nee. Jawel, komt goed, mensen. Komt goed. Kom goed, ik ben nu een collega. Ze gaan spijt krijgen dat ze me ooit hier hebben. Ik geef het 3 maanden. Maar even kijken, wat ga ik doen? Ja, ik ga gewoon chillen, man. Voor de rest, ik ga het misschien zo weg. Ik weet niet. Ik ga zo kijken, man. Kijken wie wat doet. Volg. Als je nou van zegt, is volg. Maar wel een beetje, weet toch? Kijk eens. Is hij zeg eens volg? Volg! Kijk, zie, hij weet hoe het moet. Hij weet hoe dat. Ja, tuurlijk. Volg! Jij zegt volg! Is niet voor Freddy Moreno. Oh, jammer, ik dacht dat je. Zeg eens volg! Wat? Volg! Volg! Kijk eens. Ja, die is wel... Jij zegt volg, maar je moet zeggen volg! Volg! Juist! Sterk. Kijk, dit is gewoon eigenlijk de reden waarom ik hier ben gebleven. Snap jullie het nu? We hebben hier een hele speciale gast. Oh. Jij bent ook heel speciaal, ja, toch? Maar je bent niet degene die ik bedoel. Ja, kun je erin zo?
Welke? Hier zit die copyright op. Copyright? Ja. Kill. 50 cent, gaat je eraf dan? 50 seconden. 50 seconden. 100%. Get rich or die trying? Huh? Get rich or die trying? Ja, waarom wil je Oh, ja! Ze moeten dit kunnen raden. Dit? Hier is receptie. We have Martin in the back. Het is Martin, man. You don't know about Martin. You don't know about Martin. We hebben hier. Hij is sowieso als eerste. Apau. Jullie zien het. Eindelijk mag ik in de vlog van jullie staan. Eindelijk. Eerst naar iedereen toe. Je kan niet zo zeggen, bro. Hey. Ik begrijp het niet. Hey, de ironie toch? Laatste bij de first man. Maar jij bent hier sowieso als eerste. Nando, you ain't leaking. You ain't leaking. Nando leaks always leaking, bro. Always leaking. Oh shit, man. Je weet zelf, we gaan zo meteen de dikste avondshow doen. Alleen maar dikke tunes, dikke vibes. First man is in the building, ze lekker te eten. Alles wat hij zegt is onzin. Moet hem nooit geloven. Hij heeft gelijk. Daarom moet je het juist checken. Maar onzin is goede shit. Even kijken, wie was hier? Ja, kijk, wat veel mensen niet weten. We hebben hier Rutger. Hey. Die is lekker aan het chapsen. Maar deze man, dat weten jullie niet hè. Maar deze man is de eerste persoon van Fanix die me ooit heeft uitgenodigd voor een show of wat dan ook. Ja. 2 jaar geleden. En toen ging het los. En toen ging het los, hè? Jij was de key to success, hè? You got a key, the key, the key, the key. Lekker toch? Lekker, man. En verdient. Hé, hey, jij verdient het, man. Dit is de band. De mensen die het allemaal doen. De strijd is de band, jullie zien het. Ja, man. Ze hebben vorige keer mijn slechte shit goed gemaakt. En hier gebeurt het allemaal, man. Cameras error, cameras error, man. Cameraman, cameraman, cameraman. Ben je bezig, jongen? Cameraman, cameraman, man. You know what I'm saying, man. Dit is het rad van de Fortuin. Als je hier de juiste... Als je hem draait... En hij komt op de juiste ding neer... Dan heb ik gehoord dat je dan net zoals bij 538 een geldbedrag wint. Klopt dat? Bob, we gaan je schuld opbetalen. Oké, okay, ik ga nu een gok doen, hè, mensen. Ik ga hem gewoon draaien. Ik gok dat hij op 8 gaat komen. Nando, ik 8 wordt hem sowieso niet. Oh, jawel, jawel, stop, 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 11. Maar kijk, 8, 11, 8, 11, 8, 11, Jullie zien het Justice toch? We zijn nu niet in Lustig, maar we zijn wel met Justice. Sterk. Ja, ga je ook overal of alleen je bro's supporten? Ik support hem vandaag. Sterk. Hey, je hebt gelijk man, af en toe moeten we rusten toch? Lekker man. Klopt het dat je ooit gevoetbald hebt bij Quicksteps? Tik hem aan bro! Je weet hoe mensen toch al, wanneer mensen bekend worden met muziek en alles. Dus hé, ik heb met hem gevoetbald, man. Ja, waar heb je gevoetbald? Christus, oh nee, dood. Ja, dat is echt zo. Ja. Gaan, bro. Ja, toch? lekker, man, bro. Jezus, naamgenoot is hier. Sowieso. Van niks. Sterk. Er komen nieuwe dingen aan, blijf volgen. Ja? Nog meer, jullie zijn al aan het kapotmaken. Kom nog meer. Ja, man. Lekker, man. Goed bezig, goed bezig. Blijf nog een verrassing. Sowieso. Sowieso, man. Sowieso. Daarom. Ook, man. Je ziet, je mag binnenkomen. Wees niet bang. Kom, kom, kom. Ik zie, je bent... Maar niet te lang, hè. Zometeen moet je weg, hè. Hier bij Fanix draaien we niet alleen gewoon dope pokoes. Er moet natuurlijk ook gewoon schoongemaakt worden. Af, ja. Want dat, wat erin zat was van melk naar eieren veranderd. Zo. En mensen dronken daar gewoon koffie van. Het was gewoon kaas geworden. Jongen, jongen, jongen. Boter. Zeekok. Nu is Hassan even de Marokkaanse technieken, die soets technieken aan het toepassen in die pot. Zo. Hassan is ook ziek geworden. Oh, omdat hij te veel stress heeft. Hij moet rustiger aandoen. Ik weet niet. Alleen, zieke, alleen mensen met stress worden ziek. Nee, joh. Echt wel. Geen stress. Ga je naar de vele doen? Jee, is not, hè. Geen stress, hè. Geen stress, was hè. Ja. Jullie deze crew, deze? Chanel van niet. Chanel van was dus... Chanel van niet. Maar zie deze crew, deze twee? In de ochtend waren wij aan het strijden hier zo. Je weet zelf, man. Hij doet al jaren daar niet van, maar ik deed het ook eventjes. Chanel van, je hoort er ook wel af en toe, je weet toch? Je weet toch, Chanel. Hoe laat gaan we eruit? Maar, Chris en alles, die zijn net weg. Dus dikke shout-out naar hun. Kom maar voorbij, Loos. Vind je het apart?
Waarom? Het is gewoon normaal toch? Je stoelt, daar aparte vlogger. Daar aparte vlogger. Hef, goedenavond bro. Je hebt een verkeerd beeld over mij geschetst man. Ik ben echt eigenlijk een super lieve jongen man. Ik maak helemaal niet zoveel liedjes meer. Maar dat weten we bro. Je bent echt nu zeg maar also into the good movement. Gewoon van vijf verschillende songs, heel snel. Het begint te raden en welke track het was. Ze staan nu helemaal klaar. Ze zeggen van ja, je kunt het. Het is de volgende dag, de batterij was leeg, ik ging thuis opladen, viel in slaap, ben weer wakker. Die kat loopt weer te schreeuwen, het is weer de periode van de maand voor die kat. Maar ik ga gewoon de vlog hier afsluiten, vond je het een leuke vlog? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet jullie niet om te abonneren op mijn kanaal, vergeet jullie ook niet om hieronder reactie achter te laten. En vergeet jullie ook niet om dingen te vergeten, want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...